een paar op. Domein Spelo van de Truijse Veemarkt. Hier werd in april nog de bouw van een gloednieuw stadion gepland. Het Chef Klerenstadion, zeg maar, naar de flamboyante burgemeester van de stad. Het stoute project werd zonder veel poespas door het clubbestuur van tafel geveegd. En dus voetbalt STVV verder in het stadion dat Staaien heet. Staaien een beetje een zorgenkind in Aspengouw, want niet echt gesneden op de maat van eerste klasse. Telkens de inmiddels berucht geworden commissie Magotte er neerstrijkt, houdt heel Sint-Truiden zijn hart vast. Maar voor dit seizoen is alles in orde, al was het letterlijk werken tot de allerlaatste minuut. Het stadion is veilig en min of meer comfortabel. Er zijn echte wc's nu, ook voor dames apart, en zelfs heuse business seats. Totale kostprijs 70 miljoen, financieringen Truijse stadsbestuur. Monument gered dus een goede zaak, want voor elke rechtgeaarde Canarie sta je een vat vol herinneringen. Herinneringen aan de periode Goedals uiteraard, met als summum de titel van vice-kampioen in 65-66. Maar ook lang daarna nog werd er op Staaien regelmatig gestunt. De 5-1-zege tegen Club Brugge in 89. De bekertriller tegen Anderlecht 3 seizoenen geleden. Gisteravond tegen Charleroi was de sfeer iets minder. Ze moeten er blijkbaar weer even aan wennen. 9000 kijkers, er werd meer volk verwacht. En toch bij momenten was het er opnieuw het ouderwetse Staaien gevoel. Discussiëren, reclameren, zich enerveren. Sint-Truiden supporters, het is een ras apart. Aangevoerd door de middenstand, fanatiek tot op het bot. Samengevat naar een zeer recente studie, symbolisch luisterend naar de naam Camille. Onze Camille is gemiddeld 34 jaar oud. Die komt al heel lang naar Staaien, al langer dan 10 jaar. Hij vindt hij dus de weg naar Staaien. Het meest typische aan de club vindt hij dus de geweldige sfeer die er heerst. Dus de strijdlust van de spelers, dus altijd op het scherp van de snede spelen. En de supporters dus, hè. De massale opkomst die er altijd, daar wil hij altijd graag bij zijn, onze Camille. De supporters zijn het kloppende hart van STVV. Altijd op de hoogte, altijd paraat als er wat te vieren valt. Maar ook in mindere dagen trouw. De abonnementenverkoop is ieder jaar stabiel. Die abonnementen die worden hier dus zelfs overgeërfd. Hè. Dus die staan op naam, soms nog van grootvader, zaliger. Soms zelfs nog dus. Maar er zit ook een minpunt aan het enthousiasme. Want voor een trainer is Staaien een wespennest. Iedereen heeft zijn zegje, iedereen wil mee in de kleedkamer. Reputaties hebben hier weinig nut. Lompo Leunis, de held uit vroegere veldslagen, hij kreeg weinig krediet. Walter Meus, hij bleef nauwelijks langer dan in zijn korte periode als bondscoach. En Martijn Lippes ondervond al snel dat het hier heel anders werken is dan in Bordeaux. En toen, anderhalf jaar geleden, was daar plotseling weer Guy Mangelschots. Hij behoedde de club voor degradatie en speelde het volgende seizoen kampioen. Zijn geheim, de kennis van de mentaliteit. Ik denk dat hij de zekere grote gaven heeft van ten eerste naar mensen te luisteren. Dat is heel belangrijk. Iedereen de indruk geven, dus dat je rekening houdt met wat hij te vertellen heeft. En dat gebeurt dan ook dikwijls, maar dan toch zelf de beslissingen nemen. Maar ik denk dat iedereen daardoor ook meer de indruk krijgt. Wij zijn betrokken met de club, wij hebben inbreng en zo verder. Zelfs naar de supporters toe. En eigenlijk is dat zeer belangrijk. Mangelschots verzoende het traditionele krachtvoetbal van STVV met een modernere, meer voetbaltechnisch gerichte spelstijl. Met, we zitten immers in de fruitstreek, materiaal van eigen bodem. Als ik u mag zeggen dat van al onze spelers wij slechts één buitenlander hebben, Balog, die we dit jaar overgenomen hebben van Geel. En dat al onze andere spelers, dat de verste speler, Mazeikis, Dalemans en al de rest, op 10, 12 kilometer rond Sint-Truiden woont. En afkomstig is daarvan. Balog krijgt binnenkort alvast gezelschap van deze gloednieuwe Deense spits. Een tweede spits is nog op komst. Maar of Sint-Truiden het dit seizoen redt is een open vraag. Het wordt in ieder geval een interessant experiment. Traditie gemengd met een schuchter professionalisme. En op de achtergrond dat stukje folklore dat Sint-Truiden zo uniek maakt. Ik vind uiteindelijk dat dat ook wel mag. Het moet allemaal zo geen stijf gedoe zijn, gelijk in sommige clubs waar alles heel netjes gerangschikt is en zo. Bij ons is alles nogal tamelijk los, er wordt gelachen, er wordt plezier gemaakt. En voor ons brengt dat resultaten en ik vind dus ook niet dat moet veranderd worden. Laat de buitenkant maar allemaal verfraaien als het langs de binnenkant maar is zoals het was.
Ja. Een verhaal over Sint-Truiden, Staaien en STVV. Waar zitten de twee burgemeesters in onze tribune? Mevrouw De Macht en meneer Kleren. Mevrouw, ik neem aan dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik even met uw collega begin. Meneer Kleren, durf er ook donder op zeggen dat ik chef mag zeggen. Ja, ja, ja. Zo is het. Ja. Chef, de stad heeft, we hebben dat net in de reportage gehoord, een 70-tal miljoenen geïnvesteerd in het stadion. Ik heb me ook laten vertellen dat je eigenlijk op het bestuurlijk vlak toch graag nog wat in de pap zou te brokken hebben. Is dat zo? Ik zit voor het ogenblik nog in de VZW. Er zijn 10 mensen die voor 50 miljoen waarborg staan. En die hebben het voor zeggen en die hebben zeer goed werk geleverd de laatste 2 jaar. En dat durf ik duidelijk vandaag hier zeggen. Ja. Volg je het beleid nog op de voet van Sint-Truiden? Ja, absoluut. Absoluut. Ik volg het op de voet. Want we hadden eerst gedacht naar het speelhof te gaan, maar we wisten toch dat dat niet ging. Eerst veel rook maken, voor zeker natuurlijk een groot vuur te krijgen. Ja. En dat is ook zo gebeurd. Ja. En we hebben, langs de ene kant hebben wij het patrimonium van Kuks gekocht. En aan de andere kant hebben we het patrimonium van Piraar gekocht. En anders was het niet mogelijk voor Staaien verder uit te bouwen. En dat is nu gebeurd voor 15 miljoen. En voor 25 miljoen lening gegeven, die STVV op termijn zal terugbetalen. Ja. Dus in totaal komen we ongeveer, en van de Jonagold tribune die wij aankopen, voor 15 miljoen komen we. Ja, 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 oké. Okay. Ik heb u daar straks ook verwittigd, chef, dat we niet in de gemeenteraad zitten of waar dan ook. Dat is juist. Ja, dat is daar twijfel ik geen moment aan. Mevrouw De Macht, wat is uw relatie tot het voetbal in Aalst? Bent u ook zo een fanatiek volger van het beleid van de club? Ja, dat gaat wel. Ik ben ook door de gemeenteraad verwezen als vertegenwoordiger van de gemeenteraad naar de beheerraad toe. Naar de VZW toe, maar daar stopt het. Voor de rest ben ik een supporter, zoals wij er zoveel hebben. Ja, en een fanatieke, hè? Ja, dat gaat nogal. Jij gaat soms in de kleuren van de club naar het voetbal. Ja, dat is dan op basis van een weddingschap met de supporters. Liefst met een bolhoed erop. Ja. Ja, zodanig dat ze me niet te veel herkennen, want anders hoor je ze weer. Ja, je hebt geluk dat het zwart-wit is natuurlijk. Ah, tuurlijk. Stel je voor... Dat je in blauw-geel moest rondlopen. Ja, dat zijn mijn... Maar de kleur speelt geen rol, hoor. Het is de club en de spelers en bestuur en een trainer en de supporters die een rol spelen. Chef, slaap jij in blauw-geel? Ik heb geel blouse. Laat. Geel blouse soms aan en een onderbroekje in het blauw. Ja, we gaan het u niet laten bewijzen. Mevrouw De Macht, mag ik Annie zeggen? Ja, zeker. Ja, mijn moeder heet ook zo trouwens. Maar dat terzijde. Ik heb me laten vertellen, jij hebt nog gevoetbald ook. Ja, een beetje in de tijd geprobeerd, maar ik heb dat niet lang volgehouden, omdat ik met mijn andere zaken bezig begon te houden. En mijn man is ene keer naar mij komen kijken en hij zei toen, zo'n brut, dat zie ik niet al te graag. Maar goed, ik heb het daarna een tijdje overgelaten aan de jongeren. Hè. Ja. En ik ben me dan gaan verdiepen in de voetbal zelf, maar dan van op afstand naar kijken. Ja. Dus je kent er iets van? Oh, een beetje. Ja. Wat vindt een beetje zoals zoveel supporters. Ja. Ik ga een beetje smerig doen. Wat vindt u van dat positiebuitenspel tegenwoordig? Wel, dat is volgens mij een vraag die je best aan de voetbalkenner stelt. Vraag het is aan onze trainer, want we hebben een bijou van een trainer. Ja, dat is uw schat, hè? Ja, dat is een bijou van een trainer. Ja. Dat staat er niet tussen. Oké. Mooi moment om af te ronden met de spits. Sint-Truiden RWDM met Jan Rummens. De match is nog maar pas op gang gefloten als Camus de bal hoog voorgooit. Velkenees verkijkt zich bijna en maakt het zichzelf enorm moeilijk. Het antwoord van Sint-Truiden komt er onmiddellijk met een knap opgezette aanval van op links. De hoge voorzet wat de hakketak. De bal komt dan bij Daalmans van Marcenille en dat is de goeie Bart van Marcenille met zijn eerste competitietreffer. Via heel wat omwegen en STVV 1-0 voor, we spelen 2 minuten en voor de match een schitterende zaak. Op het kwartier wacht Dirk Rosé ontzettend lang om een terugspeelbal weg te trappen en dat creëert mogelijkheden voor de fel opzittende Truienaren. Peter Voets ontvoetselt de bal, stoot door, kan voorsteken, Nielsen dan met de retro. Via wat RWDM volgt tot bij Dirkse schot en dan bij Van Marcenille. En de bal rolt naast de kooi van Rosé. Het blijft 1-0 bij de rust. In de tweede helft valt er behalve een pak regen niet veel te beleven. Tot de 17e minuut. Hoekschop, Daalmans was dat. En de kopstoot was van Nielsen en 2-0. De Deen anders. Nielsen, hij komt van Kopenhagen en lijkt wel een aanwinst voor het Belgisch voetbal.
En Sint-Truiden blijft komen. We zijn 1 minuut later. Een hoge voorzet, een verre voorzet richting van Marcenille. Emil Leurens met handspel. En dat heeft scheidsrechter Haye gezien. Rood voor de Hongaar. RWDM moet nog 25 minuten met 10 man verder. 7 minuten verder en Balog nu met een lange voorzet. Wuits over de bal en Gunter Verjans zonder moeite. Hij tikt voorbij Rosé. Het wordt 3-0. En sta je Davert op zijn voegen. Gunter Verjans, heel simpel, allemaal lijkt dat. En Rosé voor een derde keer geklopt. RBDM gaat dan discreet op zoek naar het eerder doelpunt. En dat komt er ook zo'n 20 minuten voor het einde. Voorzet tot bij Van den Berg, rustig aanpakken. En voorbij Velke neerschuiven. Erwin Van den Berg, de oude Vos, is zijn streken nog niet verleerd. Kijken, aanpakken, doorstoten en voorbij Velke neerstikken. Het staat 3-1. Lang duurt de Brusselse overmacht niet. Amper 1 minuut later. We spelen een klein half uur. In die tweede helft Nielsen, Daalmans en opnieuw Nielsen. En 4-1. Anders Nielsen weer aan het kanon. En 4-1. Wat een doelpuntenfeest op Staje. Het laatste wapenfeit uit deze geanimeerde partij komt nog van RWDM. En de ingevallen Jansen met een knap volleyschot. En STVV RWDM eindigt op die manier op 4-2.